Welkom bij FC Oost. Een hoofdstuk voetbal en een hoofdstuk basketbal vandaag. Straks praat ik met Thomas van den Spiegel uit Serskamp, een van onze beste Belgische basketters ooit. Maar eerst voetbal. In de tweede klasse speelden gisteren SK Beveren en Vigor Wuitershammen 2-2 gelijk. Aan tafel nu Peter van Wanbeke, de nieuwe trainer van Hammen. Peter, goedenavond. Peter, 2-2 tegen Beveren dit weekend. Een duur bevochten punt, maar eigenlijk schieten jullie er niets mee op in het klassement. Nee, dat klopt, maar je moet toch niet vergeten dat de 1 punt op Beveren dat dat toch niet slecht is. Als je de wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat het wel verdiend is. We hadden liever gewonnen natuurlijk, maar 1 punt op verplaatsing lijkt mij een goede uitslag. Ja, jullie staan op dit moment 16e met 3 op 12. Spreken we van een gemiste start of pleit jij voor verzachtende omstandigheden? Ja, de start is natuurlijk altijd belangrijk. We hebben nu 4 wedstrijden gespeeld. De laatste 3 spelen we alle 3 gelijk. We hebben nog maar 1 keer verloren. We hebben ook al tegen, topploegen gespeeld. Normaal gezien Lierse is ook een topploeg. We hebben nu gisteren wel verloren. Maar Sint-Truiden is heel gevaarlijk. En Ronse, die gisteren met 2-0 winnen tegen Antwerpen, blijkt nu ook een ploeg te zijn die heel veel punten gaat halen. En dan op Beveren is ook nooit gemakkelijk derby. Dus Beveren kijkt ook naar boven. Dus ik mag zeggen dat we toch al 4 hele moeilijke wedstrijden gespeeld hebben. Ja, en het puntje was wel verdiend gisteren? Het punt was zeker verdiend. Als je de wedstrijd bekijkt in zijn totaliteit, dan verdienen we zeker een gelijkspel. We hadden kunnen winnen, maar ja, als je dan de laatste minuut nog gelijk komt, dan zeg je, oké, we mogen blij zijn met dat punt. Mm-hmm. Maar over het geheel van de wedstrijd denk ik dat we minimum dat punt verdienen en dat we eigenlijk ook konden gewonnen hebben. Het is pas je eerste seizoen als trainer bij Hammen. Daarvoor was je natuurlijk succesvol bij KSV Temsen en daarvoor ook nog bij andere clubs. Maar bij Hammen nu, schitterende kans opnieuw. Ja. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik ambitie heb in het voetbal. Ik heb mijn tijd. Ik ben nu 45. Ik zat in Temsen. Ik zat daar goed. Maar als dan de kans zich aanbiedt om naar tweede klasse, naar Hammen te gaan, dan heb ik die kans met beide handen willen grijpen. Ja. Wel geen gemakkelijke opdracht, Peter, want je moet er Fouad Kappa doen vergeten. Een man die zich in no time heel populair heeft gemaakt bij supporters en spelers. Ja, maar het is ook door het vertrek van Fouad Kappa dat ik de kans gekregen heb. Ja. Hij wou niet verder gaan met Hammen. Ik heb die kans wel gegrepen en we gaan er dit seizoen in elk geval een heel mooi jaar proberen van maken. Ja. Ik heb een contract getekend van 3 jaar, dus ik hoop toch met Hammen iets op te bouwen. En we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Keihard werken is de boodschap. Ja, je moet in feite helemaal vanaf nul beginnen, want er zijn heel wat spelers vertrokken die heel belangrijk waren voor de club. Steve de Ridder, Moulissa, Di Oliveira. Ja, al die nieuwe spelers in pas, dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Er is natuurlijk ook het geraamte, de andere spelers, laat ons zeggen, de sterkouders zijn gebleven. Er zijn dan een aantal jongeren bijgekomen en het is inderdaad dat inpassen. En in het begin verliep dat stroef, omdat we ook een heel zware voorbereiding achter de rug hebben. Maar je ziet nu stelselmatig dat iedereen op niveau begint te komen en dat ook de nieuwkomers van zich laten spreken. En ik denk dat we ook al bewezen hebben dat we ons steentje kunnen, dat we onze voet naast veel ploegen kunnen zetten. Ja. Dat hebben we de laatste 2 weken zeker bewezen. Wat mist Hammen op dit moment? Nog een pure afwerker? We hebben nu met Vinnie Verhoeven iemand die toch gemakkelijk scoort. Heeft 4 matchen gespeeld, 3 keer gescoord. Dus is nog heel jong. En ja, misschien dat hij de nieuwe de redder kan worden. Dus hij doet dat heel goed. We hebben nog een aantal jongeren. We hebben Lacroix, we hebben De Lange, we hebben Jori Dazeleer. Jongens die ook nog moeten groeien. Mm-hmm. En die misschien ook in de toekomst voor de doelpunten gaan kunnen zorgen. Oké. Peter, ik stel voor dat we eerst even gaan kijken naar de hoogtepunten. In Beveren speelde ook al op zondag tegen Hammen. 2 streekploegen tegen elkaar dus. En Tjernia en Peter van Wanbeke verdeelden de punten netjes. Ieder eentje na een 2-2 stand. Voor Beveren scoorde Rentmeister op strafschop en Cissé met een frommel goal. Bij Hammen vonden Verhoeven en Van Hiften de weg naar doel. Voor de analyse van de supporters stond onze camera opgesteld in en rond de Vreedhiel. De supporters van Beveren waren niet echt opgetogen met het gelijkspel tegen Hammen. Verdediging is volgens mij een zeef. Gewoon een zeef. Afvallende dingen gaan ook niet. Dus dat klopt, las geen kant. We krijgen met een beetje hulp van de arbiter de 1-1 en de 2-1. Dan denk je, we staan voor, dus we houden het. Maar ineens komt de passing niet meer aan. Is er geen beweging meer in de ploeg en draait het vierkant en maakt Hammen
oververdiend gelijk. Op de manier wat het vooral eens een keer voor de zoveelste keer uit de handen wordt gegeven, vind ik het echt schandalig dat dat zo kan gebeuren. Op het laatste van de wedstrijd nog gelijk spelen. Nee. Ik vind niet. Dat mag niet. Dat kan niet. Dat kan doodgewoon niet. Zeker niet voor een ploeg van Beven. Sorry dat ik het zeg. Maar dat kan niet. Dat kan doodgewoon niet. En ze mist niet iemand, één of twee personen, die haar leiding geven. Op dingen, op het veld zelf. Ik denk dat hij zo voort gaat doen, dan zie ik het hem niet uit doen, het seizoen. Want de supporters gaan dat niet slikken. De mening van de supporter. Peter, als je die mannen allemaal hoort, denk je dan niet van die hebben mooi praten, dat ze het eerst maar eens zelf bewijzen? De supporter is natuurlijk supporter. Hè. De mensen supporter voor hun eigen ploeg. Die zien alleen Beveren. En die zien dat het gisteren... Ja, maar ze hadden geen rekening met de tegenstander natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is gemakkelijk praten achteraf. Hè. Okay. Vandaag een berichtje in de krant. Waarschijnlijk 6 dalers in tweede klasse aan het eind van dit seizoen. Omdat er door de inkrimping van eerste klasse 2 extra teams zakken. Wat dacht je daarvan? Ja, we hadden er een paar weken geleden al over dat inderdaad zo zou kunnen worden. En dan moet je beginnen uitrekenen dat je inderdaad zeker de 12e positie moet innemen om niet rechtstreeks in degradatiegevaar te staan. Dus dat betekent dat je eigenlijk een gans jaar, dat je nooit gerust staat en dat je gewoon elke week moet knokken voor die punten om erbij te worden. Jij houdt rekening met degradatievoetbal? Maar wat is degradatievoetbal in tweede nationale? Heb je, ik denk dat er enorm veel ploegen voor. Als je 2 keer wint, sta je bovenaan. En wellicht je 2 keer moet je altijd naar onder kijken. Dus dat is niet nieuw. Maar nu, met inderdaad die hoeveelheid van ploegen er nog bij, denk ik dat, dat je nog meer naar onder moet kijken om niet in degradatiegevaar te komen. Ja. De komende wedstrijden zijn misschien al cruciaal. Virton, Brussel, Oud-Heverlee-Leuven. Ja, maar Brussel en Oud-Heverlee-Leuven zijn 2 ploegen die normaal bij de betere ploegen die eindronde moeten spelen. Virton is een ploeg die normaal die haalbaar moet zijn. Maar ik denk dat elke week haalbaar is. En het verschil tussen gelijkspelen en winnen is niet zo heel groot. Maar we weten dat we allemaal tops gaan moeten zijn om die overwinningen bij in te rapen. Maar ik denk gelijk dat de schwung nu in de ploeg zit en gelijk dat er keihard gewerkt wordt, zie ik dat wel zitten. De sfeer is goed, zoals ze zeggen. Ja, de laatste weken vind ik dat, dat het heel veel verbeterd is. Okay. Even naar de lagere klasse dan. FCN, een ex-club van jou, hebben we daar net kunnen zien, heel goed bezig. Ja, ik denk het wel. We hebben er ook een oefenwedstrijd tegen gespeeld en wat mij opviel is dat ze aanvallend heel goed gekocht hebben. Dus ik denk als men... Want dat was een beetje het probleem de laatste jaren. Verdedigend zat het wel goed, maar buiten Belfassi hadden ze niemand die voor een doelpunt kon zorgen. En ik denk nu met toch een drietal offensieve versterkingen, dat ze, indien het daar rustig blijft, kunnen ze wel dit jaar gooien doen naar de titel, denk ik. Mm-hmm. Even naar die andere ex-club van jou, Eendracht Aalst, vorige vrijdag, trainer ontslagen, Luc Limpens. Wat dacht je daarvan? Ja, ik vind dat na 1 wedstrijd de trainer ontslagen, dat vind ik wel een beetje overdreven natuurlijk. Hè. Ze hadden natuurlijk ook voor de beker verloren tegen Ukkel, dacht ik. Maar op Wetteren stonden ze 0-1 voor, was er niks aan de hand totdat die penalty valt en Koulibaly uitgesloten wordt. Ik vind het jammer dat dat eigenlijk allemaal gebeurt. Kan snel gaan in voetbal. Ja. Ken jij die Mark Dillen eigenlijk, de nieuwe trainer van Aalst? Ja, ik ken hem toch. Ja. Ik heb met hem al een aantal keer contact gehad. Heb je er ook nog mee samen gevoetbald? Nee, dat niet. Maar ik ken hem van tegen hem te spelen. Hij was trainer bij Londerzeel als ik in Temse zat. En hij is ook leraar, denk ik. En ik had een vrij goed contact met hem. En hij is ook ambitieus. En als het bij hem kwam aankloppen, heeft hij waarschijnlijk gezegd ik kan hogerop en ik ga die kans krijgen. Wat vind je daarvan, dat Aalst zomaar iemand wegplukt bij een andere club? Ik vind dat niet zo mogen. Dat een club een trainer gaat wegpakken die nog onder contract zit, die zelf pas begonnen is bij een club, die ook zelf een aantal spelers naar daar gelokt heeft, zogezegd. En dat nu zomaar weggaat. Ik vind dat Aalst eigenlijk een fout is daarmee. Langs de andere kant begrijp ik de trainer die misschien die ambitie heeft en die zegt, ik kan naar Eendracht Aalst, toch een topclub in derde. Ja. Dat, zou je dat zelf ook nog zien zitten om ooit trainer te worden van Eendracht Aalst? Ja, maar ik ben daar nu niet mee bezig. Er is al vroeger een beetje sprake van geweest, maar ik ben nu bij Ham en ik voel me er heel gelukkig. Dus, Okay. Peter, ik wens je alleszins binnenkort hele goede resultaten toe met Vigor Wuitens Hamme. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan.